In de vorige film heb ik je laten zien hoe je in de Autopano Giga software van Kolor een panorama kunt samenstellen uit verschillende foto's. En daar kwam toen een JPEG bestand uit en dat is dit panorama. Dit panorama is in principe gewoon helemaal 360 graden rond en 180 graden omhoog. En dat betekent dat voor de software, voor een tour, dat dat eigenlijk allemaal aan elkaar gezet moet worden. En dat zal Photoshop nooit lukken. Daar heb je weer andere software voor. En dat doe ik in de Panotour Pro versie van Kolor. En eigenlijk werkt het heel simpel. Ik ga niet in op alle uitgebreide functies, want dat is best wel veel. Ik ga gewoon even heel simpel door de basis, zodat je een klein beetje weet wat er mogelijk is. En dan gaan we het later nog wel een keer hebben over de ingewikkelde dingen. De interface die je hier hebt, je hebt rechts de instellingen van je project. Je kunt daar een omschrijving geven, je kunt er een naam geven. Nou, laten we dat gewoon even doen. Het Pieter Vredeplein. En een kleine omschrijving op de foto. Een overzicht van het Tilburgse Pieter Vredeplein. Nou, dat spreekt voor zich, denk ik. Je kunt dat natuurlijk zo uitgebreid maken als je zelf wil. Verder is nog wat andere standaard tips die je kunt veranderen. Heb je meerdere panorama's, dan kun je hier de volgorde bepalen. Je hebt de mogelijkheid om er een geluid achter te zetten. De auteur, nou, daar ben ik natuurlijk gewoon gezellig zelf. En ik zet er mijn website bij. Bijvoorbeeld de beginparameters. Nou, standaard begint die zonder rotatie. Je kunt ook een autorotatie ingeven, dat die uit zichzelf na een paar tellen rond gaat draaien. Je kunt dan ook de snelheid bepalen. Ik vind dat zelf altijd wel een klein beetje irritant. Ik wil gewoon zelf kijken en niet automatisch geleid worden. En dan wordt het tijd dat ik mijn foto ga toevoegen aan het panorama. Aan de tour, wel te verstaan. Dat is in ons geval gewoon één foto. En klik je erop, dan heb je onderin het voorbeeld van die foto. Heb je nu meerdere foto's, dan staan er in dit venster hierboven natuurlijk de meerdere foto's. En als je ze gaat linken met elkaar, dan zie je daar ook gewoon de lijntjes tegenkomen. En je kunt hier ook gewoon schuiven, zodat je ze een beetje overzichtelijk kunt houden. Dit ga ik in dit geval allemaal even zo laten. En ik klik op stijl. Je hebt linksboven het stukje werkruimte staan. Dat is wat er op dit moment is toegevoegd. En zoals je ziet is dat niks. Laten we eens beginnen met gewoon een menubalk. Wat doet die menubalk? Die menubalk die geeft jou de controle. Je kunt daarmee ook met je muis eventueel klikken. Dat je naar links of naar rechts of naar boven of beneden wil kijken. Of dat je in wil zoomen. De autorotatie aan of uit wil zetten. En nog veel meer opties. Ik klik er gewoon even eentje aan en als ik daarop dubbelklik, dan zie je dat ik wat dingen voor me krijg. Ik wil daar bijvoorbeeld eens een ander kleurtje op. Ik klik gewoon even willekeurig wat dingen aan. En je hebt daar ook de mogelijkheid om te bepalen welke knoppen er te zien zijn. In principe vorige en volgende panorama, dat is niet van toepassing, want we hebben er maar één. Maar bijvoorbeeld wel het in- en uitschakelen van de gyroscoop. Dat houdt in dat als je hem op je telefoon of op een tablet bekijkt, dat je panorama mee gaat draaien wanneer jij de telefoon draait. Dat vind ik op zich altijd wel een hele grap. Ik ga de kleur trouwens ook nog even doorkopiëren naar hieronder. Dan hebben we in ieder geval dezelfde kleurtjes. Nu krijgen we dadelijk een panorama waar in ieder geval een balk onderin te zien is. Zijn we er daarmee? Nee, natuurlijk niet. Ik wil er nog meer bij. Ik had al gezegd dat we het knopje gyroscoop erbij gaan zetten. Maar het houdt dan ook in dat we een daadwerkelijke gyroscoopfunctie toe moeten voegen. En die zit er natuurlijk ook gewoon in. Je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om, zoals je ziet, Analytics toe te voegen. Dan kun je met je Google Analytics code bijhouden hoe vaker naar je panorama gekeken wordt. Meestal implementeer ik mijn panorama's op een website en zit die code dus in die website ingebouwd. En is het in mijn panorama niet nodig. Nou, je hebt eventueel nog wat effecten zoals sneeuw of regen. Je hebt er geen bal aan volgens mij. Maar toch, het zit er wel bij. En wat andere mogelijkheden. Ga hier gewoon eens lekker mee spelen. En dan kom je er vanzelf wel achter wat het doet. En natuurlijk gaan we ook gewoon in latere panorama's daar verder op in. Het heeft een naam nodig. Anders doet hij niet veel. En ik wil de kwaliteit 10. In mijn geval ga ik ook meteen exporteren naar een PTV-bestand. Kolor heeft namelijk ook een viewer, een soort programma waarmee je panorama's kunt bekijken. En dat maakt gebruik van een los PTV-bestand. Die viewer is gratis overigens en dat maakt het soms wel makkelijk om even snel naar mijn panorama te kijken. En ik klik vervolgens op bouw. Je ziet onderin de balk al dat er het een en het ander gaat gebeuren. En hij gaat nou jouw panorama opdelen in allemaal kleine vlakjes. En hij gaat er de code bij maken, zodat het ook weer netjes aan elkaar gezet wordt. En als hij klaar met rekenen is, dan lijkt er alsof er helemaal niks gebeurd is. Wanneer ik nu naar de verkenner in Windows ga, dan heb ik een map met daarin pietervredeplein.html en pietervredeplein.ptv. Dat ptv-bestand, dat is dus het losse bestand voor Kolor's eigen viewer. En dat html-bestand, dat gaat kijken naar de map Pieter Vredeplein data. Want daar staat heel mijn panorama eigenlijk afgebroken in weergegeven. En als ik bijvoorbeeld eens even kijk wat er in de submapjes staat. Ik klik er gewoon even een willekeurige. Dan zie je dat er hier dus allemaal van die kleine vierkantjes staan. En deze kleine vierkantjes worden zeg maar als het ware in een soort kubus weergegeven. Zodat wij daar dadelijk een mooi panorama in kunnen zien. Als ik bijvoorbeeld eens dubbelklik op pietervredeplein.ptv. Dan gaat hij het juiste programma openen. En dan krijg ik mijn panorama te zien. Je ziet dat mijn interface onderin staat met de kleurtjes die ik heb opgegeven. En ik kan met mijn muis gewoon langzaamaan ronddraaien. Nou is deze viewer is een klein beetje beperkt. Dus je ziet ook al bovenin de melding staan dat dingen als een mp3 of een mp4 niet zullen werken. Daarvoor moet je hem openen in je browser. Raar genoeg doet hij dat bij mij niet in Google Chrome. Daarvoor moet ik dan weer naar Internet Explorer. Maar eventueel kun je hem dus ook gewoon echt in je browser bekijken. En je ziet dat hij dan gewoon lekker schermvullend is. En zo maak je eigenlijk heel simpel gewoon een virtuele tour. Volgende keer ga ik het hebben over het linken van verschillende plattegronden aan elkaar. Hoe je dat voor elkaar kunt maken. En tot die tijd zou ik zeggen, probeer het gewoon lekker uit als je deze software hebt. En heb je die niet, ja, misschien kun je het eens downloaden en gewoon proberen. Je kunt gewoon gratis de trial versie downloaden op de website. En als het je bevalt, ja, dan moet je misschien wel de portemonnee trekken.